welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een leuke herfst/winter video. Ik ga vandaag mezelf een herfst makeover geven. Het is nou eind september, we komen richting herfst-winter. Dus ja, dit soort video's ga je nou iets vaker zien op mijn kanaal weer. Ik ga mezelf dus echt een full makeover geven en dat houdt in niet alleen mijn make-up, maar ook mijn kleding. Ik ga een hele leuke herfst make-up look laten zien die een beetje romantisch is ook. En ik ga 3 outfits laten zien die ik heel cute vind voor de herfst. 3 hele verschillende soorten outfits die ik gewoon zou aandoen in de herfst. Dus ik hoop dat ik met de video van vandaag iedereen een beetje herfst inspiratie kan geven met make-up en mijn outfits. Dus het is vandaag naar mijn mening een extra leuke video, omdat je niet alleen make-up ziet, maar ook een paar leuke kleding outfits. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, het is vandaag 24 graden en ik maak een herfstvideo. De look die ik vandaag ga maken is zeker geschikt voor de herfst. Ik heb al een aantal herfstlooks gemaakt die ook op mijn Instagram staan. En daarbij heb ik vooral bruine kleuren gebruikt. Een beetje beige, bronzy, gouden kleurtjes. Dat vind ik ook heel erg herfst. Maar vandaag wil ik het een beetje anders doen. Vandaag maak ik een romantische herfstlook. Dus met bruin nog wel, maar ook een beetje rood en een beetje glitter. Een beetje. Het is ook een ideale look voor Valentijn of gewoon voor als je op een date gaat. Het paletje die ik ga gebruiken voor de ooglook is mijn Morphe x James Charles paletje. Want die heeft like elke kleur die er maar is. Dus hiermee heb ik alle kleuren die ik kan gebruiken voor de look. Dus we gaan even inzoomen op mijn gezicht. Ik ga beginnen met het primer van mijn ogen met mijn Too Faced Shadow Insurance oogschaduw primer. Dan pak ik hier de hele lichte bruine matte kleur. En dit wordt mijn allereerste transitiekleur. Met mijn grote fluffy kwast ga ik die zo aanbrengen in mijn arcadeboog. En de look wordt best wel soft. Dus ik breng niet al te veel aan. Dan ga ik in met de meer oranje-bruine transitiekleur. En ook die breng ik zo aan in mijn arcadeboog om het allemaal iets meer warm te maken. Dan pak ik de rode matte kleur. Met een platte fluffy kwast ga ik die aanbrengen in de hoeken. En dan een beetje inblenden in de transitiekleuren. Dan ga ik een cut crease maken met mijn Revolution Cut Crease Canvas. Dan pak ik deze lichte glanzende champagne kleur. Maak mijn kwast weer nat met MAC Fix Plus, like always. En die kleur breng ik aan over de hele cut crease. Dan pak ik weer een klein beetje van die rood. En ik mix het met een heel klein beetje zwart. Echt een heel klein beetje op mijn hele kleine fluffy kwast. En dan ga ik dit hier inblenden met de glanzende kleur. Dan pak ik een beetje een Bordeaux rode lippotlood. Deze is van Kiko in de kleur 305. En het is belangrijk dat het punt heel scherp is. Dus ik ga me even een beetje aansluipen. En met dit lippotlood ga ik een hele dunne lijn aanbrengen op mijn wimperrand. Een soort van eyeliner. En dan smudge ik het in de buitenste hoeken een beetje omhoog. Zo, en dit is dan nou hoe de ogen eruit zien. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik wil alleen toch nog iets meer glitter, iets meer blingy. Dus ik gebruik mijn W7 Metal Flash Glitter Eyeliner. En dit is in de kleur Glitzy. En deze is goud en heel erg mooi. En dan ga ik echt maar een heel klein beetje aanbrengen op de glanzende champagne kleur. Zo, kijk, dit vind ik echt mooi. Het is niet too much, gewoon echt een klein beetje. Ik heb het hier wel en hier niet. Dit geeft toch iets meer glam, iets meer extra. Als mascara gebruik ik mijn Too Faced Damn Girl mascara. Omdat het een beetje een romantische herfstlook is, wil ik qua nep wimpers hele mooie romantische fluffy wimpers. Dus ik gebruik mijn Tati wimpers in de stijl TL2. Die worden ook zo wat voller in de hoeken en dat vind ik heel erg mooi. En ze zijn echt super fluffy, dus die ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik laat mijn ogen nou even met rust. Een extra stap die ik echt nooit doe op beeld, maar wel altijd off beeld. Dit doe ik altijd voordat ik begin met mijn make-up. En vooral in de herfst en in de winter, als het super droog is, is dit best wel een belangrijke stap. En dat zijn mijn lippen. Ik heb altijd super droge lippen. Dus altijd voordat ik begin met mijn video, vooral in de winter en de herfst, doe ik eerst scrubben en dan een balmpje erop. En ik heb hier echt een geweldige Fenty Beauty combo. Je hebt hier de scrub en hier de balm. Echt geweldig. En ik gebruik die echt zo vaak. Zoals je kunt zien is die ook echt helemaal vies. Don't judge me. En ik heb sowieso altijd droge lippen. Dus laat staan als het ook nog eens droog weer is. En dan doe ik altijd hiermee eerst mijn lippen scrubben. En het is echt zo makkelijk. En dan pak ik een wattenschijfje. En daarmee ga ik er zo overheen. En dan haal ik het eraf. Ik haal het eraf terwijl ik scrub.
En dan breng ik de Fenty Lippen Balm aan. En die is ook echt geweldig. En dan zijn mijn lippen nou de hele tijd verzorgd terwijl ik mij opmaak. En dan als ik mijn make-up af heb, dan breng ik mijn lipstick aan die ik wil opdoen. En dan brengt die ook echt veel beter aan. En dan worden mijn lippen niet helemaal zo crusty. Dus ik vind dit echt een geweldige combo. Hij is te koop bij Smuk Cosmetics. De link staat in mijn beschrijving. Oké, dan de huidmake-up. Ik ga echt voor een full beat vandaag. Like always. Ik ga mijn gezicht eerst primen met de By Kelsha primer. Mensen, ik heb dus hier een puist en hier ook. Gewoon hier en hier, allebei op precies dezelfde plek. Zo raar. Als foundation gebruik ik mijn Yves Saint Laurent All Hours Foundation in de kleur BD40. Zoals misschien al wel opvalt, ik ben weer lekker blank. Ik heb geen zelfbruiner op. Dus ik kan die weer gebruiken, want met de zelfbruiner is die echt te licht. En het is echt een geweldige foundation. Vooral als je make-up er lang op moet blijven zitten. Dan ga ik mijn gezicht heel lichtjes cream contouren met mijn Kiko Contour Stick. Dit is in de kleur 201. En als concealer gebruik ik mijn Benefit Concealer in de kleur 5. Alles 5, nou denk ik wel iets te donker. Volgens mij heb ik ook 4 hier ergens liggen. En om af te poederen gebruik ik mijn Biotoline Hydrolon poeder. Dit is een losse poeder. En dan ga ik mijn gezicht nog poeder contouren met mijn NYX Highlight en Contour Palet. En zoals altijd gebruik ik deze kleur. En als pressed poeder gebruik ik ook nog mijn Benefit Hello Happy poeder in de kleur I Love Me Ivory. En dan een beetje MAC Fix Plus om alle make-up op mijn gezicht mooi samen te laten smelten. Dan ga ik heel even snel mijn ogen afmaken. In mijn waterlijn wil ik een nude oogpotloodje doen. Deze is van Rimmel London in de kleur 005 Nude. En dan ga ik deze rode kleur mixen met de oranje transitiekleur. En die breng ik aan op mijn onderste wimperrand. En voor de onderste wimpers gebruik ik mijn Benefit Roller Mascara. Dit is echt de ideale mascara voor de onderste wimpers. Oh mijn god, er is een beetje mascara hier gekomen. Als dat gebeurt, laat het dan gewoon even opdrogen. En als het is opgedroogd, kun je het er gewoon makkelijk afkrassen met een spoelie. Dus ik laat het nog even gewoon zo daar zitten. Om te bronzen gebruik ik mijn Milani Baked Bronzer in de kleur 05 Soleil. Als blush gebruik ik mijn Matte Essence Blush in de kleur 10 Befitting. En ik doe best wel veel blush op, want blush vervaagt altijd snel. Dus ik kan beter beginnen met heel veel. En dan straks is het gewoon normaal. Als highlighter gebruik ik mijn Revolution Renaissance Highlighter. En dit is een prachtig highlight paletje met allemaal roze kleurtjes. En ik mix ze gewoon altijd allemaal. En dan pak ik alleen maar die lichtste beetje vanillekleur. En die breng ik aan hier op het puntje van mijn neus. En hier bij mijn neus. Dan een beetje indeppen met mijn vingers. En diezelfde kleur breng ik ook aan in mijn binnenste ooghoeken. Nou, dan de lippen. De balm die ik er net op heb gedaan, die haal ik er nou een beetje vanaf. Mijn lippen voelen nou lekker zacht aan. I love it. Even een beetje met mijn beauty blender over mijn lippen. Dan hebben ze een mooie lichtkleur. Heel erg mooi. Ik lijk net dood. Dan als lipkleur ga ik een beetje voor een nude roodachtig. Dus ik gebruik weer dat lippotlood die ik ook voor mijn ogen had gebruikt. En als lipstick heb ik deze van Yves Saint Laurent, waar mijn naam ook op staat. Echt super cute. Sarah met een hartje. In de kleur 16. En dit is een matte lipstain. En dan als setting spray gebruik ik mijn Make-up Obsession Fit Fix Spray. Nou, dit was dan het make-up gedeelte van de video. Ik ben heel erg blij met hoe de make-up look eruit ziet. Ik vind het echt mooier dan dat ik eigenlijk een beetje had verwacht. Maar ik vind hem mij echt heel goed staan. Het is een hele mooie romantische herfstlook naar mijn mening. En ik hoop dat iedereen dat ook vindt. Dan komt nu de kledinggedeelte van de video. Het kledinggedeelte is in samenwerking met een webshop. Een hele leuke webshop. En die heet Chicel, als ik het goed uitspreek. En zij hebben mij wat kleding opgestuurd voor de herfstlooks. En daar ben ik heel erg blij mee. Want nou heb ik echt hele leuke herfstoutfits. Ik ga ze ook een beetje stylen met andere kledingstukken. Schoenen, tassen, accessoires die ik al hier heb.
heb. Zodat ik gewoon iedereen een beetje inspiratie kan geven qua herfstoutfit. En ik zet ook alles in de beschrijving onder deze video. Zodat als je een kledingstuk wilt, je hem gewoon makkelijk kunt bestellen. Ik begin eerst met de eerste outfit. Dit is een hele makkelijke outfit. Maar je moet er wel een beetje lef voor hebben. Het is niet voor iedereen. Tenminste op de manier hoe ik het stel. En dit is een hele grote oversized zwarte wintertrui. Die valt compleet over je heupen. Hij is zo wijd hier. En dan hier wordt hij strak bij de pols. Hij is ook echt super super warm. En hij heeft een hele hoge kool. Zoals je kunt zien. Ik hoop dat de belichting het een beetje laat zien. Maar ik ga het toch sowieso aandoen. En dan kun je het gewoon helemaal zien. En de trui is een one size. Dus elke maat gaat hem passen. Tenminste bijna elke maat. Nou, dit is dan de oversized trui. Het is eigenlijk meer een jurk, maar oké. Ik vind het heel leuk met van die hoge boots. Vraag me niet waar ik de boots vandaan heb, want ik heb ze echt al 3 jaar of zo. Dus ik weet het echt niet meer. Hij valt gewoon zo mooi over de heupen, ook best wel ver. Dus ik vind dit echt een hele fijne trui. Hij is echt super warm. Echt extreem warm. Dus hij is echt geweldig voor in de winter met de sneeuw of zo. En dan gewoon met een broek eronder kan ook obvious. Ik vind dit zo wel cute. Of met een riem. Je kunt hem ook zo aandoen met de riem. Dan heb je iets meer figuur. Maar ik wil het toch gewoon iets meer gewoon een beetje comfy hebben. En dan zo met een crossback is wel cute. Ja, en dit is dan hoe ik hem zou aandoen. Echt heel erg cute. Het is niet voor iedereen. Vooral die hoge boots zo en die beetje bloot hier. Is niet iedereen's stijl. Maar je kunt hem ook aandoen met een broek of whatever. Ik vind dit gewoon wel cute. Ik wil gewoon elke soort outfit laten zien die ik kan bedenken. En ja, ik vind het echt een hele fijne trui. Heel erg mooi. Lekker warm. Echt, hij is echt extreem warm. En het is vandaag 24 graden. En ik sta hier gewoon dood te gaan van de hitte. Maar alles voor de YouTube. Dus ja, ik vind het echt een hele fijne, dikke wintertrui. Voor in de herfst of in de winter. I like it. Dan heb ik hier de meest normale basic outfit van de drie. Ik heb hier een prachtige witte kooltrui van Chiquel. Gewoon helemaal wit. Hij is ook niet crème wit of gebroken wit. Het is gewoon echt een wit-wit. Gewoon helemaal strak met ook weer een hoge kool. En ook die is er in 1 maat. En dit ga ik gewoon stylen met een hele mooie jeans. Ik hou van kooltruien. En vooral wit. Ik vind wit altijd iets chiques hebben. Zwart is gewoon zo normaal. En dan wit maakt het toch meer iets meer chic. Iets meer classy, vind ik. Nou, dit is dan de tweede outfit. Ik hou van de kooltrui. Ook die is weer lekker warm. Ik heb het aangedaan met gewoon een blauwe jeans. En wat nude sneakers. En mijn cute AliExpress bag. Ik zet de link van de bag ook wel in de beschrijving. En dit is een meer normale outfit. Je kunt hem aandoen naar school, naar je werk, whatever. Het is gewoon een beetje meer sporty. En ik vind dit echt een hele leuke outfit. Dit zou ik gewoon echt aandoen. Ik vind het echt super cute. En ik denk dat dit wel een outfit is voor iedereen. Die van net moet je een beetje pit hebben. Moet je van houden. Maar dit is gewoon een basic ass. Ik ga naar school. Ik ga naar mijn baan outfitje. En ik vind het echt super cute. De schoenen zijn van Puma. Als ik die nog kan vinden, dan zet ik die ook in de beschrijving. Het is niet echt een hele speciale outfit of wat dan ook. Maar ik wilde er ook een meer normale outfit bij doen. Die iedereen gewoon kan dragen. Ongeacht hoe oud je bent, wat voor figuur je ook hebt. Iedereen kan dit wel dragen. De laatste outfit is een two-piece. En dit is een rok met een top. Dit is dan de top ook weer gewoon van wol. Lekker warm voor in de herfst. En dit is een beetje een crop top-achtige top. Met gewoon lange mouwen in het grijs. En hier is dan de rok met een split hieronder. Ook weer die dikke wollen stof die lekker warm is. En die gaat tot aan de knie ongeveer. En gewoon hoog bij de taille. En ook de set is weer one size. Dus 1 maat. Nou, dit is dan de laatste outfit. De two-piece set. Met de rok en de top. Ook weer een super warme stof. Dus ook wel weer ideaal voor de herfst en de winter. Ik heb het aan met van die boots. Met van die hakjes. Deze zijn van de Primark. Maar ik weet niet of ze er nog zijn. Want ik heb ze altijd. En met een zilveren tas. Ik zou persoonlijk zo niet over straat gaan. Ik heb het nou echt gesteld op een manier. Voor iets van een feestje of zo. Je hebt ook best wel een hoge split, zoals je kunt zien. Dus let daar wel op. Je kunt hem ook echt wel aandoen gewoon naar school of naar je baan. Als je de sneakers onderaan doet. En dan is het iets meer normaal. En met hakken aan is het gewoon iets meer voor een feestje. Dus je kunt er op zich allebei de kanten mee op. En ik vind het echt super leuk. Ook de rok is hier best wel strak. Dus hij snatcht echt mijn figuur. Waardoor ik zo'n mooie smalle taille heb. En daar hou ik van. Dus ook dat is heel erg handig. Wat je ook kunt doen is de top gewoon aandoen met een broek. Is ook heel erg leuk. Je hoeft ze niet per se allebei in een set. Je koopt ze ook niet als een set. Ze zijn
zijn allebei los te koop. Dus je kunt ook gewoon gaan voor alleen de top en dan met een broek aan of whatever. Of alleen de rok, dat kan ook. Maar ik vind dit zo echt super cute. I really like it. De split is wel echt heel hoog. Jongens, kijk. Maar ik vind het echt super leuk. Oh, ik ga echt dood van de hitte hier, jongens. Nou, ik hoop dat iedereen de video weer leuk vond. Ik vond hem in ieder geval super leuk om te maken. Ik hoop dat iedereen nou een beetje inspiratie heeft qua outfits. Ik wilde ook echt per se 3 hele verschillende outfits laten zien. Want iedereen heeft een andere smaak. Dus hopelijk zit er voor iedereen wel iets bij. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier 2 video's die je kunt gaan kijken. En mijn hoofd in beeld om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel te zien bij mijn volgende video. Doeg!